Dit is Koen Koen. En dankzij hem hebben wetenschappers iets bijzonders ontdekt. Het idee kwam van Koen Koens baasje toen ze samen van het Spaanstalige Mexico naar Hongarije verhuisden. I wonder if as I my dogs also detect than people here it was talking different in Hungarian. I know that what is happening with me it would be the same for my dogs. Ze is zelf hersenonderzoeker en maakte van Koen Koen en 17 andere honden proefpersonen, of eigenlijk proefhonden. Wat ze moesten doen? Lekker liggen terwijl ze werden voorgelezen. In the study we showed dogs excerpts of the Little Prince story in two languages, in Hungarian and in Spanish. Some of the dogs were coming from Hungarian speaking families, some others were coming from Spanish speaking families, and they never heard the other language before. Vervolgens keken ze wat er in de hersenen van de honden gebeurt als ze beide talen horen. Zit daar een verschil in? Het antwoord is ja. En daar zijn de onderzoekers best verbaasd over. So this is the first time that we see in a non-human brain the ability to distinguish between languages. Ook denken ze te weten waardoor honden het verschil horen. For example, Spanish. Some people consider that sounds more as a song. It's a more melodic language. And for example, Hungarian is super steady because of this pattern. So we believe that dogs detect that.